Wat is jouw missie, wat is je doel voor deze South by Southwest? Met mensen praten over dat games zoveel meer kunnen zijn dan wat we er nu mee doen. En vertel me eventjes, want wat doe jij? Je maakt games dus? Ja, ik ben een game designer, maar een beetje een rare. Ik heb een stichting in plaats van een commercieel gamebedrijf. En onze mission statement is de grenzen van spel oprekken door te focussen op de speelse staat van de mens in plaats van focussen op gameregels of gamemechanismes. Dus ja, wij kijken eigenlijk meer naar, wauw, de speelse mens is echt een super belangrijke vorm van zijn eigenlijk. Dat is waarom we hier met z'n allen zijn als civilisatie zijnde. Want als je speels bent, dan ben je communicatiever, je bent creatiever, je durft risico's te nemen en je bent expressiever met je lichaam. En als we dan naar games kijken en interactie in het algemeen, dan gaat het toch vaak over interacteren van je ogen met een scherm en je vingers en je swipebewegingen. En er zijn nog veel te weinig games die gaan over op en neer springen in de bladeren, heel hard schreeuwen, sociale ruimte, flirten. Dus wij maken experimentele games om daarmee telkens één van die gebieden aan te pakken. Geef eens een voorbeeld daarvan. Nou, op het moment zijn we, en dat is ook waarom ik hier ben, waar ik onder andere mijn praatje over gaat. Ik ben samen met een Ierse game designer genaamd Owen Harris, ben ik een virtual reality game aan het maken. Een meditatieve game die je bestuurt met je ademhaling. Dus tegelijkertijd willen we een soort van hele soort van poëtische, rustgevende ervaring maken. Wat je sowieso niet zo vaak ziet in games. Maar ten tweede willen we ook stiekem, omdat games heel goed zijn in je dingen leren, dat mensen daardoor leren om in een gezond soort van deep belly breathing ritme vanuit je middenrif adem te halen. Wat een ontzettend goede tool is om gewoon weer even tot rust te komen. Ja, en jij zei eerder, wij zijn een stichting, hè? Geen commercieel bedrijf. Wil jij geen geld verdienen? Tuurlijk wel. Maar ja, het gaat erom wat je hoofddoel is. Want geld verdienen rondkomen, dat kan net zo goed met een stichting. Dus je zou eigenlijk alleen maar, ik hoef niet 20 bedrijven met een exit strategy en dergelijke. Kijk, als ik gewoon rond kan komen en mijn huur kan betalen en gewoon als een normaal mens kan leven, dan ben ik daar al lang tevreden mee. En dan gaat de rest van mijn vreugde gaat over doen waar ik blij van word. En dat zijn helaas, of eigenlijk gewoon ja, goed voor mij, maar misschien helaas voor mijn portemonnee, zijn dat heel vaak telkens nieuwe dingen doen. Of proberen een nieuw wiel uit te vinden wat nog niet is uitgevonden. En dat is qua efficiëntie natuurlijk niet het slimste. Dus daarom hebben we op een gegeven moment kleur bekend en gezegd van, weet je wat, we worden gewoon een stichting. Want dan snapt iedereen tenminste wat we doen. Je bent geselecteerd door de organisatie hier. Dus dat betekent dat je officieel het stempel van je doet iets bijzonders, je doet iets anders doet. Wat is dat? Nou, eerst moet ik dan wel zeggen, ik heb een partnerpresentatie samen met Pauline Drescher, hoofd van Syndicate Media Lab. En ja, wat wij dus samen hebben opgezet is een praatje genaamd Expanding the Boundaries of Play and Interaction. En dat is ook inderdaad ons agendapunt. Maar haar agendapunt is vanuit de beschouwende en eigenlijk de curatorhoek. Van kijkend van, hey, wat is er op het moment allemaal gaande in de wereld? En hoe kunnen wij hier als Cinekit op inspelen? En hoe kunnen wij hier als curators op inspelen, faciliteren, cureren? En ik vlieg dat dan weer vanuit een soort van de hele springerige, ik ben een designer en ik ben deze dingen aan het doen, hoek in. Dus dat doen we samen. En ja, een beetje raar. Je mag van jezelf zeggen. Nou, wat ik heel bijzonder vind en wat ik nog te weinig zie, is dus game designers die even niet meer kijken naar game systemen en game regels. Want regels zijn maar een klein gedeelte van onze menselijke expressie. En gelukkig zien we wel steeds meer soort van vrije spelprojecten waarin mensen opeens zich op een hele andere manier kunnen gedragen. Maar het is nog lang niet mainstream. En ik draag daar heel graag een steentje aan bij door bijvoorbeeld een game te maken die je laat weten van, hey, wauw, als ik gewoon op een andere manier ademhaal. En niet als een trainingstool, want dat is saai, maar gewoon door een hele coole, mooie game te spelen.
dan heeft dat gewoon een impact op mijn lichaam waardoor ik rustiger word. Of een spel wat zich in een echte zandbak afspeelt. Omdat iedereen, of je nou kind bent of volwassene, het is altijd leuk om je vingers in het zand te steken. Hey, wanneer is voor jou Sauber Zuidwest geslaagd? Sowieso natuurlijk als mijn praatje goed gaat. En verder is het voor mij, omdat ik niet echt een sales insteek heb hier, is dit voor mij heel erg over de chance meetings. Dus per ongeluk iemand tegenkomen waarmee je opeens een hele goede connectie hebt, waarvan je denkt van oh wauw, hier kan ik wat mee doen. Zo was ik bijvoorbeeld gisteren aan het praten met iemand over dat ik met een ander spel problemen heb met de verhaalboog. En diegene bleek een hoogleraar te zijn in verhaal vertellen. Dus die, opeens had ik gewoon een workshop out of the blue met een biertje erbij. Dus dat soort dingen maken het geslaagd. Dankjewel.